Hoi, leuk dat je kijkt naar Hart voor Paarden. De afgelopen weken hebben we veel reacties gekregen over dat de weekvlogs kort zijn. En ook dat de zondagvideo's wat kort zijn. En veel vragen natuurlijk. Hoe is het nu met Sterre? Hoe is het nu met Verona? Ik ga jullie nu helemaal op de hoogte brengen van alles. Er is namelijk heel veel gebeurd. Alleen de dingen die gebeurd zijn, die waren niet echt leuk. En Tessa is nog maar een klein meisje, dus ik heb dat niet gefilmd. Ik heb er bewust voor gekozen om dat buiten beeld te houden, omdat het best ernstig is. En ik vind dat zij te klein is om dan op video nog dingen uit te moeten leggen of dat te delen. Buiten dat is Sterre natuurlijk haar pony. En het was allemaal vrij emotioneel, dus vandaar dat ik jullie nu op de hoogte breng, maar er geen video's van gemaakt heb. Nou, wat is er gebeurd? We beginnen dan maar gelijk met Sterre. Sterre die is gaan springen en tijdens het springen is zij kreupel geraakt. Toen ze over een hindernis kwam, was ze daarna gelijk kreupel. En dat kan gebeuren, je kan verkeerd terechtkomen. Daar heb ik ook een video van gemaakt en ze is toen ingespoten. Nou, dat is allemaal nog zo erg niet. Alleen daarna is het heel erg misgegaan. Het probleem is namelijk dat ze hoefbevangen is geraakt. Voor wie niet weet wat hoefbevangen is, dat houdt in dat er in de hoef, het paard heeft een hoef zo, en dan in die hoef komt een ontsteking. En de hoefwand is natuurlijk heel hard, maar het bestaat uit lamellen. Nou, stel die vingers van mij, dit zijn de hoef en dit is het hoefbeentje. Die hebben allebei lamellen en die passen keurig in elkaar en dat is hard. Op het moment dat een pony of een paard hoefbevangen raakt, gaat het toch een beetje uit elkaar staan. Dan maakt het een beetje los. En wat kan er dan gebeuren, is dat het hoefbeentje gekanteld kan raken. Nou, ik ga dat nu eventjes op de foto laten zien. We zitten nu even achter de computer en hier zie je het hoefje van Sterre. Nou, ik ga het proberen een klein beetje duidelijk te maken wat hoefbevangenheid is. En ook wat je dan nu ziet. Nou, je ziet niet zoveel, maar dit is dus haar hoef zo helemaal hieromheen. En dit hier, dit puntje zo, dat is haar hoefbeen. Misschien is dit wel helemaal haar hoefbeen, maar het gaat even om dit stukje in ieder geval. Als je pony of paard hoefbevangen raakt, dan gaat dit stuk en dit stuk een beetje los van elkaar, doordat het ontstoken is. En daardoor kan dit stukje dus naar beneden gaan kieperen, zo, die kant op. Het kan ook opzij, dus nu zie je het van de zijkant, dan zou je dus zien als die naar beneden valt. Maar hij kan ook naar links of naar rechts. Nou, daar heb ik geen foto van, dus dat kan ik ook niet laten zien. Het punt ervan is dat als deze lopen redelijk evenwijdig, stel nu dat dit naar beneden gaat en dat is meer dan 12%, dan zal de pony altijd kreupel blijven, maar ook pijn hebben. Nou, dat wil je natuurlijk helemaal niet. En dat is dus de reden dat hoefbevangenheid eigenlijk best gevaarlijk is. Op het moment dat het ernstig is, blijft en niet opgelost wordt. Dus bij hoefbevangenheid moet je eigenlijk altijd direct actie ondernemen. Zo ziet het er dus uit. En we gaan nu verder. Nou, zo ziet dus een foto van Sterre's hoef eruit. En ik heb eventjes laten zien hoe dat allemaal in elkaar zit. Nou, wat is er gebeurd? Sterre is ingespoten met iets en dat spul dat heeft als nare bijwerking dat je daar dus hoefbevangen kan raken. Er is nog iets aan de hand. Ze heeft ook een dunne hoefzool. Tenminste, dat zijn dingen die de dierenartsen tegen ons gezegd hebben. Inmiddels zijn er meerdere dierenartsen mee bezig. Omdat, Sterre is natuurlijk wel Tessa's pony en willen heel graag dat ze zo snel mogelijk gezond wordt. Maar het probleem was, toen ze in het begin hoefbevangen was geraakt, is ze echt ook door haar knieën heen gezakt. Dus ze was heel erg hoefbevangen. Ze heeft ook heel veel pijn gehad. Nou, dat wil je natuurlijk helemaal niet. Dus we hebben de dierenarts laten komen en die heeft alles gedaan om te zorgen dat ze weer beter zou worden. Alleen, dat ging niet zo makkelijk. Nu staat ze in een kliniek. En daar wordt er met mannenmacht aan haar gewerkt om te zorgen dat ze weer gezond en beter wordt. Ik ga ook niet zeg maar het verder in detail het allemaal uitleggen, omdat het allemaal heel erg technisch is. En ik zelf al moeite ermee heb om het te begrijpen. Ik kan je wel vertellen dat er een periode geweest is dat het mogelijk was dat het hoefbeentje van Sterre zover zou gaan kantelen.
dat we er zouden moeten laten inslapen. Nou, ik kan je vertellen, als je 9 jaar bent en je hebt net een pony, dan wil je dat niet horen. Dat wil je nooit horen, helemaal nooit. Maar het was echt heel verdrietig allemaal. Gelukkig blijkt dat allemaal mee te vallen. Ik ben wel iemand die, als er een probleem is, ik het zo eerlijk mogelijk probeer te bespreken. En er was gewoon een kleine kans dat dat ging gebeuren. Nou, we zijn nu inmiddels een week of 2, 3 verder. En ze is nu zo ver opgeknapt dat ze van de medicatie af mag, voorzichtig. En als ze dan 2 dagen pijnvrij blijft zonder medicatie, dan mag ze naar huis. Nou, ze staat al in een kliniek sinds afgelopen vrijdag. Nou, nu ik dit opneem is het donderdag, maar als jullie die video zien is het zondag. Dus tegen die tijd staat ze er 1,5 week. Dat betekent dus heel erg veel heen en weer rijden. Want ja, Tess wil natuurlijk sterren zien, ik wil zelf sterren ook zien. En je wil gewoon weten hoe het met je pony gaat. Nou, dat begrijpt iedereen die paarden heeft, dus dat is gewoon veel tijd die dat kost. En dat hebben we natuurlijk graag voor over, maar dat betekent wel dat andere dingen dan minder goed lukken. Daarnaast heb ik natuurlijk gewoon een baan. En Rick heeft helaas de examens niet gehaald, dus die moet nog een herexamen doen. En zo waren er nog wat dingetjes die gewoon niet zo makkelijk waren en heel veel tijd kosten. Nou, om dan video's te maken over ponies en paarden, terwijl eigenlijk het een beetje verdrietig is allemaal, dat is best moeilijk. En ik wil, wat ik al zei, Tessa gewoon daar niet aan blootstellen. Dus we hebben ervoor gekozen om de weekvlogs even in te korten naar dat wat wel leuk is. En dan maar kortere weekvlogs te maken. En ik heb ervoor gekozen even af te wachten hoe alles verloopt voordat ik iedereen op de hoogte ging stellen. En dus ook jullie op de hoogte ging stellen. En de hoofdreden is natuurlijk, had het misgegaan? Ja, dat had zo verdrietig geweest dat... Ja, dat had ik goed erover na moeten denken hoe ik dat dan ga delen. De afgelopen weken ben ik dus vooral bezig geweest met voor sterren zorgen. Die moest wel goed gekoeld worden. Heel veel voordat ze naar die kliniek toe ging. Daarvoor moest ik een aantal keer per dag ook heen en weer rijden naar de manege met coolpacks. Nou, dat zal ik vast nog wel een keertje laten zien hoe ik dat gedaan heb. Ze moest daar medicijnen hebben. Die wilde ze natuurlijk niet. Dus ik moest allerlei manieren verzinnen om de medicijnen in sterren te krijgen. En ik kan je vertellen, het is een hele drukke periode geweest. En ook een redelijk moeilijke periode, vooral voor Tessa natuurlijk. Gelukkig zijn we nu zover dat ze dus van de medicatie af mag. En dat ze hopelijk helemaal gaat herstellen. De blijvende schade, die weten we op dit moment gewoon nog even niet. Dat moeten we afwachten. Of het daadwerkelijk gekanteld is. Als het gekanteld is, hoeveel. Er zijn wel steeds foto's gemaakt. Maar ja, ik heb er toch voor besloten om pas dingen echt met jullie te delen. Als ik zeker weet hoe het in elkaar zit. En wat de gevolgen zijn. En hoe nu verder. Dat heeft er vooral mee te maken dat ik niet wil dat er allerlei verhalen de wereld ingeslingerd worden. Die misschien maar half waar zijn. Of niet waar zijn. Of nou ja, verzin het. Dus dat is het verhaal van sterren. Met Verona gaat het gelukkig een heel stuk beter. Tessa die is inmiddels alweer aan het rijden op Verona. Kim is aan het rijden op Verona. Ikzelf ga misschien vanavond voor het eerst weer op haar rijden. Dus dat gaat gelukkig heel goed na de coliek. En die is gewoon helemaal hersteld en kan nu weer op gaan bouwen. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En nu hopen we gewoon dat de rust... wederkeert, zoals dat zo mooi heet. Dus dat we even geen zieke paarden en ponies meer gaan krijgen. En dat we gewoon leuke video's kunnen maken en leuke dingen kunnen doen met de paardjes. Niet de leukste video, maar nu weten jullie wel precies wat er aan de hand is. En waarom sommige dingen lopen op het moment zoals ze lopen. Rick die was zo lief om wat video's met Kim te maken. Dus daar zijn we hem heel dankbaar voor. En Kim zeker ook. Ze hebben ook de grote paardenquiz samen gedaan afgelopen woensdag. Dat was ook super leuk. Hebben ook veel reacties gekregen. Hele leuke, maar ook dat bijvoorbeeld het internet niet snel genoeg ging, waardoor ze vragen niet konden beantwoorden. En sommigen vonden de vragen te makkelijk, anderen te moeilijk. En nog wat dingetjes. Nou, dat gaan we allemaal meenemen. En we gaan kijken wat we daaraan kunnen doen. Sommige dingen zijn niet op te lossen, zoals de snelheid van het internet. Daar hebben we geen invloed op. Maar we gaan zeker proberen om nog een keertje zoiets te doen. En dan dat er zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Dat gaat er zeker aankomen. Nou,
Dit was dus de video voor de zondag, ook kort. Maar nu weten jullie wel wat er aan de hand is. En ik hoop dat jullie begrijpen dat het heel even duurt voordat wij weer hele uitgebreide video's kunnen gaan maken. En weer uitgebreide weekvlogs gaan maken. Soms hebben we gewoon wat minder tijd. En in dit soort situaties kan ik ook gewoon niet meer tijd maken. Dan gaat sterren toch voor of corona of wat er dan ook aan de hand is. We maken heel graag video's, we delen heel graag heel veel met jullie. Maar sommige dingen zijn gewoon te verdrietig daarvoor. Dus die laten we dan toch even buiten beeld. Nou, als ik meer weet over sterren en het allemaal zeker is, ga ik dat zeker nog met jullie delen. Als ze uit de kliniek komt, moet ze toch ook nog terug voor een controle. En ja, als ze weer gewoon helemaal rijdt, kunnen we natuurlijk daar weer hele leuke video's van maken. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en bedankt voor jullie geduld. En ja, mocht je nog iets van een kaartje of iets van beterschap of wat dan ook naar of sterkte of wat dan ook naar Tessa willen sturen of naar sterren, dan komt nu het postbus in beeld. En daar kan je dus al je brieven en kaartjes of wat je ook wil sturen heen sturen. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie je heel graag volgende week weer bij een nieuwe video. Doeg!